Remember guys, safety is the number one priority. Vandaag spelen we Fortnite, niet zomaar Fortnite. Ha! Jullie dachten we spelen Fortnite zoals elke keer. Nee, vandaag spelen we Fortnite op de fucking Nintendo. We hebben er twee, dus we spelen co-op. Remember guys, to play Fortnite on your Nintendo, you need safety glass. Dat ga ik ook doen, maar jammer genoeg kan ik de gameplay niet goed opnemen. Dit is misschien een beetje moeilijker, maar het kan wel. Everyone's willen zien. Oh shit. Oh, oh, oh. Easy. Om terug pro te worden in Fortnite Battle Royale hebben we nieuwe tactieken nodig. We kunnen niet meer spelen op de oude shit manier. We hebben real life guns nodig. Wauw. We hebben natuurlijk ook die... Woo! Ik ga gewoon mijn back houden en Fortnite spelen. Omdat ik gay ben en eens iets anders wil doen, droppen we vandaag in Tilted Towers. Zo droppen we zeker die WC-roll, like man, what the fuck. Als mijn skill vandaag iets minder is, dan is het omdat ik twee controllers heb kapot gegooid in mijn stream. Ik weet niet waarom, dat was een domme actie. Bij nader inzien beter niet gedaan. Once a legend, always a legend. Oh! En dat veel... Ah! Ik zag het nog eens, want iemand heeft mij een mail gestuurd. Als iemand deze Power Chord skin wil kopen van mij, met deze fucking nice gitaar, bieden begint van 100 euro. Ik ben KK. Ik ben KK goed in Fortnite. Met dit ding win je dus elk fucking potje. Real fucking swag. Hey! 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 Hacker! Hacks! Waarmee eigenlijk iemand zag wat de fuck er is gebeurd met dit spel. Dit kan niet aan mij leggen dat ik ineens in één dag fucking slecht ben. Hacks! Het is tijd om ergens anders te droppen, want Tilted Towers, ik denk niet dat het hem gaat worden vandaag. Dus vandaag gaan we voor... Salt. We gaan terug naar Tilted Towers. You can't lose. We gaan terug naar het idee dat Fortnite echt een kutspel is. Hebben jullie die escape gezien? Stond allemaal op de planning. Er is zo één plek waar je als Fortnite-speler altijd naar terug kan gaan. Snap je? Eén plek waar je iedereen wil droppen. Zo één huis waar je zelf altijd denkt van, als ik daar drop, dan heb ik altijd de beste loot. Duidelijk huis met boom. Noemt huis met boom. En daar een boom is het. Place. Dat was wel echt heel fucking sketchy, man. Place. On place. On place. Deja vu. I just been in this place before. Higher on the street. And I know it's my time to go. Going to rule. And the search. Place. On place. On place. En dan ga je... Zie je, zo smijt ik dus fucking controllers kapot. Mijn tweede naam is dus Nathan Makes Place. Als jullie dat nog niet door hadden. Easy! Easy! Hey, chill, chill! Oh! Oh! No, no, no! No, 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 no! No! No, 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 no! No, no! Whoa, fuck, die stinkt! Whoa, 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 whoa! Whoa! Woo! Oké! Okay. Stinkies. Ik vind die stinkies wel leuk. Maar nu heb ik er ook. Dus beter past iedereen op. Oké, we about to make some plays. On the place, on the place. Stinkies. De vraag is nu, hoe lang ga je daarin blijven zitten? Hoe lang kan je daar blijven zitten? Ik ga niet veel praten, maar was gewoon clean. Ik ga niks zeggen, was gewoon clean, die kills. Dit is de game waar ik jarenlang op gewacht heb. Deze match is net begonnen, er leven nog 29 mensen. Face Ace zit back at it again. Fuck, what the fuck, what the fuck. What the fuck. The fuck! What the fuck! Dit was de game. De fucking game. Deze guy! Beter gaat hij dood, oeh. Fuck zijn moeder! Kijk, deze ketting, het was een grapje. Ik denk niet dat hij werkt. Ik kan ook gewoon hier droppen. En dan kom je heel de game niemand tegen en dan win je wel gewoon. One down! Two down! Dat allemaal met de witte burst. Deze cap heb ik gekregen van Epic Games omdat ik de beste player in EU West was. Dat is geen bullshit. Bedoel, heeft iemand van jullie deze cap al gezien? Ik dacht het niet. Bah! 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 Oh, vieze bouwer. Vieze bouwer. Oh! Kijk, we gaan deze bouwer neuken. Ik speel op Combat Pro, by the way. Oh! Three down! Place on place! Dat had een goede game, zeg. Johnny Bravo. Daar hebben we Johnny Bravo. Hij heeft helemaal niks door. Ah, het is ook zo'n bouwer. Vieze Johnny. Wat is hij aan het doen?
Wat is hij aan het doen? Wat is hij aan het doen? Wat zijn dit voor plays? Wat zijn dit voor plays? Ik heb dat zo sommige mensen die bouwen, maar kijk, als je niet kan bouwen, dan bouw je ook gewoon beter niet. Dat heb ik geaccepteerd, ik kan niet bouwen, dus ik bouw niet. Als ik deze game win, ga ik één dag naar Pukkelpop en dan maak ik daar een video. Want ik ben niet van plan om naar Pukkelpop te gaan, maar kijk, als ik dit potje win... Njom. Njom, njom. Ik ben al een uur aan het opnemen hoor, niet denken dat ja, dit makkelijk gaat ofzo. Oh, er loopt iemand achter mij! Hoi! Hoi! Hey! Hey! Dit twee keer! Wat? Ik ga in deze fles plassen. Even kort, ik hoorde dus daar zo iemand van fucking land was achter mij. Maar ik dacht van, joh, sowieso was het gewoon glitch in mijn oren. En toen kijk ik en toen zag ik echt iemand, maar toen wist ik niet hoe ik moest reageren. Dus kijk, ik had hem echt kunnen killen. Ik geef mezelf nog één fucking try. En als ik dit potje win, en nu ga ik echt serieus mijn best doen, ga ik naar Pukkelpop. Als er iemand die fles plas wil, en je legt voor mijn deur. Easy game, easy win. Waarom staat deze guy AFK? Thanks for the loot. Oké. Ja, zo pakken wij onze eerste kill op de boerderij. Heerlijk. Nog één. Oké. Twee fucking grenade launchers. Dit bedoel ik. En nu heb ik wel fucking gekke loot. Ik ga niet liggen, nu kan ik echt deze game winnen. We hebben een golden scar en twee grenade launchers. De mensen die tot hier zijn gekomen in de video, yo, dit is waar we op gewacht hebben. Ja, deze setup. Tweede kill in zegt, easy. Oké, maar ik moet elke kogel raken. Ik heb één kogel geraakt, dat was het. Ik hoop wel een kill. For real? Word ik gesnijpt? Oké. Ik ga niet naar Pukkelpop. Wat? Wat? Het is dus iets anders, toch? Elke YouTuber uploadt goede gameplay. Hoezo? Die fucking scar ligt daar nog altijd. Jij die mij gesniped heeft mijn loot waarschijnlijk nooit gezien. Very sad story. Ik heb net 8 gehit met mijn pump. Ik heb net 8 gehit. Ik heb 8. Oh. Wat een kut gun. Hey, deze guy heeft net 2 mensen gekillt. Hij is waarschijnlijk fucking blij. Easy kills. Hak een raam. Maak een raam. Maak een raam. En die scoped assault rifle. Ik weet niet wat het is of zo, maar wie de fuck gebruikt dit ding? Hetzelfde verhaal als daarnet. Er heeft hier net iemand 2 mensen gekillt. Easy. Kijk, ik ga die scoped assault rifle meenemen uit respect. Dit is het. Dit is de game. Ik voel het. Als ik niet naar het toilet moet, dan ga ik winnen. Misschien komt die scoped assault rifle toch nog van pas. Er is daar iemand op auto's aan het slaan. Woe! Ik heb een kill met een scope, dat is de Guardian Angel. Stel je voor, ik maak de final kill met die scope, dat is zo drijfvol, joh. Ondertussen bijna 2 uur aan het recorden. Jullie weten niet hoeveel potjes dat ik niet aan mijn video stek. Jullie beseffen het eigenlijk niet. Hij is door die rift gegaan. Oh. Oh. Stel je voor. Stel je voor. Oh. Ja, ik wou hem uit de lucht schieten, maar bijna erin zie was het inderdaad wel slim van hem om terug te komen. Gewoon alweer een kill door die fucking scope, dat zo drijfvol. Het was allemaal part of the plan. Het was allemaal part of the plan. Hey, we hebben wel een probleem. Ik zit echt heel dicht bij iemand. Easy. We leven nog altijd. 6 kills. Niet zo slecht. Ik heb wel geen shield meer. Je moet mij gewoon verstoppen en wachten totdat deze game gewonnen is ofzo. Oké, we hebben weer vision op iemand dankzij de scoped assault rifle. Er zit sowieso iemand in die hut. Ik weet niet wat hij aan het doen was, maar hij heeft precies wat ik nodig heb om deze game te winnen, dus het is safe. Ik wilde jullie allemaal beginnen spelen met de scoped assault rifle. De scoped assault! Wie zijn dat? Wow. We got some donuts! Het is een voorteken dat ik deze game ga winnen. Ga ik deze game winnen? Ja. Er leven nog 7 mensen. Oh. Oh.
Zo ga ik eigenlijk niet doodgaan hoor. Nee, ik was niet de poestie om te fighten. Oh, dit is de storm, doe 5-5. Chill. Enge fight, enge fight. Hele enge fight. De classic kill. Easy kills, easy wins. Dat is wat ik aan het doen ben, er leven nog 6 mensen. Oké, de andere is daar. Ja, kijk. Kijk. Twee kills, so the fuck kan je 2 kills. Dead. Kijk, ik wil. Ja, check. En ze gaan waarschijnlijk deze game nu winnen. We blijven nog even kijken hoe iemand met 2 kills deze game gaat winnen. Hij heeft nu 3 kills. En daar. Fuck off. Hey, noobs. Fortnite is voor noobs. Get fuck out. I'm out. Bitch. Life out. Hello. Supreme is my life. Waarom blijven die mensen aanbellen? Hoezo? Hoezo? Hallo? 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 Ik denk dat de microfoon van deze ding kapot is. Kijk, ik ben hypebeast. Fuck wel, gelassen mensen. En daar komt heel goed. Ik heb geen probleem met hypebeast.